Ik kan eigenlijk wel mogen zeggen, school is weer begonnen. Mijn naam is Ian en vandaag moet ik weer naar school. En vandaag heb ik ook een oefentraining bij het Regionaal Talentcentrum in Nijmegen. Ik mag eerder van school weg, want dat regelt mijn school altijd voor mij. Vond super tof, ga ik allemaal filmen, kun je allemaal zien. Alvast liken, was helemaal tof. Ik ga even ontbijt maken, want ontbijt is het belangrijkste maal van de dag. Dus ja, ontbijtje gemaakt. 2 boterham met salami en kaas en 1 mok chocolademelk. Normaal drink ik nooit chocolademelk, maar deze kan er te staan en ik had zin in chocolademelk. Maar ontbijt is echt het belangrijkste van de dag. Wil je een dag goed beginnen? Je neemt goed stevig ontbijt en dan heb je genoeg energie. Oh, mijn rug! Ik ga even ontbijten, want ja, dat is nodig. Ik ben terug van school. Kun je wel zien dat ik niet meer op school zit. Ik heb iedereen gedag gezegd, ben gegaan. En mijn school gaat nu regelen dat ik vrij heb voor mijn trainingen. En dat ik dat helaas op een ander moment moet inhalen. Ja, het leven is niet zo mooi. Ik moet alle uren gewoon inhalen. Dat is wel logisch, anders mis ik te veel uren. Maar ja, ik ga nu even tas inpakken en eten. En dan ga ik naar Nijmegen. Altijd meenemen. Het is chill voor een training, na de training. Gewoon een paar schoenen. Je shirtje. Je broekje. Even kijken. Sokjes. Een pen. Waarom ligt hier een pen? Nou ja. En hier zit mijn spelerskaart in. Dus ik moet goed op letten. Het is nu... Even kijken. 12:30. En ik moet over 50 minuten op het busstation zijn. Of op het treinstation. En dan ga ik reizen. Dus je moet altijd goed eten voordat je gaat sporten. Want dan heb je altijd veel energie. En dat is ook met het ontbijt. Dus ja, ik heb alles ingepakt. En ik neem jullie dadelijk mee naar Nijmegen. Na het station, ik heb mijn tas. En dan moet ik een uur reizen. Oké, ik ben al eigenlijk aangekomen naar een lange wandel. Dit is best een grote kleedkamer, om eerlijk te zijn. We zijn dus de eerste en dan gaan we beginnen. Nice. Mensen, jullie zien me waarschijnlijk niet. Nee, jullie zien me niet. Ik ben klaar met trainen. Het is nu 6:15. Ik moet teruglopen. Want ja, poort daarachter is dicht, dus ik kan niet langs. Trainen ging super goed. Goede training. Lekker werken. Ja, dat is eigenlijk aan mijn stem dat ik moe ben. Ik had niet meer over te zeggen. Trainer was heel goed. Jongens waren heel goed. Ook gezellige groep. En ik mag terugkomen. Ik ben goed genoeg, blijkbaar. Dat is wat nice. Ik ga nog even naar huis reizen en dan sluit ik de vlog zo af. Thuis. Oh, godzijdank, ik heb geen huiswerk. Ik ben moe. Gesloopt. Oh, donker. Huh. Dit was eigenlijk een dag in mijn leven. Op de sportsmanier. Je hoort wel aan mijn gezicht dat ik best wel moe ben. Ik heb best wel moeite om met mijn arm de camera hoog te houden, want goede krachttraining. Was super tof. Super spelers waren het. Trainer was ook tof. Ik mag terugkomen, ik ben goed genoeg, heb ik al gezegd. Toffe dag. Dit is ongeveer hoe mijn dagen gaan. Ik heb net even een bord kip met rijst achterover geschoven. Was goed te doen. Zijn altijd die goede maaltijden. Ik ga zo douchen en slapen. Zoals jullie kunnen zien, ik ben klaar met douchen. Het is, even denken, 8:45. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de dag. Dat het een beetje interessant was. Ik vond het in ieder geval een super toffe dag. Ik heb niet kunnen filmen bij RTC, want... Ik weet niet. Ik was moe. Like, abonneer, reageer, alles in één. Ik zie jullie bij een volgende video. Later.